Ik sta hier met Pieter Weersega, lid van het bestuur van Jumping Amsterdam. Pieter, hoe lang doe jij dit werk al? Ik probeer het wel eens na te tellen, de boekjes terugzoeken, ik weet het niet meer. Maar het is wel heel lang. Ik ben ooit begonnen te organiseren toen we nog twee hallen hadden. Toen ze behoefte hadden om in de bijhal van Europa al leuke dingen te doen. En dan ben ik begonnen met politie springwedstrijden voor uniformeren. En dat groeide uit en groeide uit. En er is iets misgegaan toen in het toenmalige bestuurder. Toen vroegen ze, wil je ook in het bestuur komen? En het was een keer. Ik weet het niet meer wanneer. Maar het is relatief kort, want het is maar 4 dagen per jaar. Dus het valt mee. Maar dat is eigenlijk niet lang genoeg. Want je vindt het wel leuk om te doen, of niet? Jawel, maar je moet wel oppassen dat niet iedereen wel tegen me blijft lachen. Maar ik me wel langzaam mijn houdbaarheidsdatum verlies. En ik heb eigenlijk al aangegeven dat ik daar de komende jaar wel eens heel hard over ga nadenken. Nou. En kan je misschien aangeven hoe het evenement veranderd is van toen je begon naar nu? Ja, dat is ook de reden dat ik erbij ben gekomen en zelfs nog een jaar enig bestuurslid ben geweest. En dat zie je ook in de maatschappij. Het heeft zich heel hard veranderd van besturen die zelf nog de laatste dag met de hamer rondliepen, stoelen liepen te sjouwen. En de bak liepen aan te harken naar een bestuur wat zocht naar mensen, zeg maar, die directie gingen voeren, het evenement gingen organiseren waar bestuur het grote lijn uitzette. En dat is toen in heel veel besturen een soort crisis geweest. Zo van, maar dat kan toch niet en loopt dat dan goed? Nou ja, en dat is dan, Jumping Amsterdam was daar een prima voorbeeld van. Dat was het ook het jaar dat ik toen opeens in mijn eentje was. Want toen moesten we echt gaan schuiven naar, laten we het maar intelligent noemen, bestuur op afstand. Ja, en dat doen jullie nu. En hebben jullie dan ook invloed op wat er op het evenement te zien is? En de evenementen zelf, zeg maar, de rubrieken? Ik denk het wel, hoop ik. Nee hoor. We hebben ons verdeeld over allerlei commissies die er zijn. Ik doe vanavond de sport samen met Noël. We praten met de parcoursbouwers, we evalueren wat kan beter, wat kan anders met de sport. Facilitair wordt weer door een ander bestuurslid gedaan. Maar daarop zeg ik wel, pas op, want dat wilden we veranderen. We doen het op afstand. We geven advies, we geven de grote lijn aan als ons dingen opvalt. In zoverre kan het niet anders, beter, creatief idee en dan moet de directie ermee aan de slag. Ja, dat snap ik. En wat vind je van deze editie tot nu toe? Ja, alweer top hè. We moeten oppassen dat we dat niet blijven roepen. Daar heb ik het ook al over gehad. We moeten nu oppassen dat we niet weer stoffig worden. We moeten dus nu nadenken. Niet roepen dat het zo goed is en dat het zo moet blijven. Want dan trappen we weer in de valkuil van veel andere concoursen. En jumping een poosje vroeger. Want ik ben 20 jaar geweest te kijken en het was elk jaar hetzelfde. Was ik heel veilig. Maar het bleek achteraf ook wel bijna de doodsteek. We moeten weer dingen gaan verzinnen. En we hebben plannen. Komt wel weer goed. Nou, we zijn heel erg benieuwd naar de komende jaren. En heel veel plezier nog deze editie. Dankjewel. Dankjewel, jullie ook. Hoi.